Pope Francis welcomed an interreligious group from Argentina made up of 15 Jews, 15 Muslims, and 15 Christians. They were on their way back from a pilgrimage to the Holy Land. The Pope greeted each person, some of whom he already knew from his time as Archbishop of Buenos Aires. With such a familiar environment, the Pope improvised a speech focused on brotherhood. He cited Argentina as a good example since immigration forced groups to coexist. La mayoría sabemos convivir, nos resulta más fácil, y es un mensaje, ¿no? Un mensaje de que tenemos el mismo Padre en el cielo. For the Pope, the pilgrimage his fellow Argentinians underwent is a good example of how to reach out to others and build bridges. Lo que han hecho ustedes de recorrer estos pueblos, de recorrer sinagogas, mezquitas, templos cristianos, es un gesto de fraternidad y es una semilla hacia esa cultura del encuentro que todos tenemos que tratar de llevar adelante. The group, which visited Jordan, Palestine, and Israel, included several rabbis, imams, and priests. The Pope thanked them for the visit, and after his remarks, they exchanged gifts. Hallo allemaal en welkom op mijn kanaal. Vandaag gaan we bezig met alweer de negende lezing van het boek van Mohammed al-Ghazali, Christus, Mohammed en ik. Ik ben de Noudware Christen, of gewoon Noud. En vandaag hebben we in de uitzending wederom de lopende vraagbaak, Jurk Klisman. Hallo Jurk. Hey, altijd maar nieuwe namen voor mij verzinnen. Ja. Hallo Noud, fijn om eens een keer terug daarbij te zijn. We gaan verder in dat boek waar we toen kapitel 6 gelezen hebben, als ik me juist herinner. Ondertussen zijn we wel een beetje verder. Ik heb spijtig genoeg nog geen tijd gehad om die opname van hiervoor te beluisteren, maar ik zal daar wel in komen. Ik ben in elk geval blij om dat terug bij te zijn en te zien. Wat islam eigenlijk uitmaakt, wat dat voor een vreselijke, tussen aanhalingstekens, religie is die die mensen verkocht wordt. En dat is in feite hetzelfde als katholicisme. Nee? Als men dan een keer van buitenaf dat gezien heeft en dat doorkijkt, dan vraagt men zich af, hoe kunnen mensen daarvoor vallen? En dan nog beweren dat het een vredelievende religie is. Ik versta het zelf niet bijzonder goed, maar misschien kan dit boekje daar een beetje meer licht op werpen, dat we dat in dat opzicht veel beter kunnen begrijpen voor de toekomst en verstaan. En vandaar apprecieer ik zeer dat je bezighoudt met enerzijds de vertaling van dat boek, wat heb je zelf gedaan, en dan het voorlezen daarvan. Dus ik ben graag daarbij en laat ons beginnen.
Ja, ik heb jou net al eventjes gesproken. Jij moet nog de lezing die ik van de week heb gepost beluisteren. En in die uitzending kwam ik tot een punt waarvan ik niet zeker een antwoord kon geven. En als ik niet zeker weet of het scriptueel is, ja, dan laat ik het liever even in het midden. Maar dat ging dus over het volgende tekst. Even kijken, ik zou het even voorlezen. De Koran zegt in Al-Imran 3... 48, Allah zal Jezus het boek leren, de wijsheid, de Tora en de gospel. Maar de Koran continueerde dat Jezus de doden levend maakte en leven creëerde. Nou, dat is al niet correct natuurlijk volgens de Bijbel. Zou iemand die dit al kan iets geleerd moeten krijgen over deze wereld en de eeuwigheid? Jezus is de Heere. Hij inspireerde de woorden in de gospel en alle boeken in het Nieuwe en Oude Testament. Nou, ik heb dus al flink gehamerd vorige keer dat de drie-eenheid een valse doctrine is door de Rooms-Katholieke Kerk. En dat hebben wij in de uitzending daarvoor ook helemaal besproken. Maar ik kwam tot de volgende vraag. Christus Jezus, is dat nou een entiteit die al sinds de oorsprong er was, sinds dat God de creatie heeft gemaakt? En is die geboren in het vlees? Ja, aan het begin van het Nieuwe Testament dan? Of wanneer is Christus ontstaan? Is die geboren ook daadwerkelijk geboren in het vlees? Was Christus er toen al? Of was die ook echt daadwerkelijk op dat punt gecreëerd, zeg maar? Wel, die antwoord daarop is even simpel als voor veel mensen verstorend. Jezus Christus was een gewone mens. Hij is geboren als mens. Dat enige wat hem verschil maakt van alle andere mensen is dat zijn vader geen biologische vader was, maar zijn vader is God zelf. Want de Heilige Geest heeft Maria overschaduwd en God heeft door zijn macht dat ei, zeg ik maar, in de baarmoeder van Maria tot leven gebracht. Gelijk. God kan alles, hè? God heeft de hele wereld geschapen. God heeft alles leven geschapen van begin af aan. Hij die het leven neemt, is diegene ook die het leven geeft. En hij die het leven geeft, is ook diegene die het leven mag nemen. God. En Jezus is geen God. Jezus is een gewone mens. Hij was, en dat staat ook in de Bijbel op verschillende plaatsen geschreven, hij was een mens zoals ik, maar zonder zonde. Ja, hij was de enige mens naast Adam, tot Adam op een bepaald ogenblik, die nooit zonde gekend heeft. Adam heeft dan zonde gekend door zich te laten verleiden van zijn vrouw, door van de vrucht te eten die de slang de vrouw voorgesteld heeft. Maar Jezus is ook verleid geweest van de duivel, dat lezen we in Matthäus kapitel 4 en Lucas kapitel 4. Maar hij heeft zich niet laten verleiden. Nu, interessant is hierbij dat als mensen zeggen van, ja, maar als Jezus is toch God? Ja, maar als Jezus dan God is, of zou zijn, waarom gaat de duivel dan proberen Jezus te verleiden? Kan hij zeggen van, dat is een charade, ik ga hem maar even meespelen van, ach ja, Jezus, kom, ik ga het je vragen. Ik weet dat je nee gaat zeggen, want je kunt niet zonden, maar, en je kunt niet liegen, en je kunt niet een andere God aanvaarden dan jezelf, zou je dan moeten zeggen. Maar ik ga toch een keer vragen van, kom, ach, al deze koninkrijken, ik zal je ze geven, want aan mij zijn ze gegeven om te geven aan wie ik wil. Als jij maar neervalt en mij aanbidt, ja, God zal neervallen en een andere God aanbidden, en dan die God, die ja ook dan in feite die autoriteit aan de duivel gegeven heeft. Want de duivel zegt van, het is mij gegeven om te geven aan wie ik wil. Ja? Wie heeft het hem gegeven? Ja, diegene die het gemaakt heeft, God natuurlijk. Ja? Dus God geeft het hem. Dan zegt als je neervalt, dan geef ik jou terug wat je mij gegeven hebt. Allee, en ik ga proberen God te verleiden. God die niet kan zondigen, die niet kan zondigen, die ga ik verleiden. Op wat trekt dat nou? Ja? Daar zijn heel veel versen in de Bijbel, zowel in het Nieuwe als in het Oude Testament, die heel gemakkelijk verstaan worden als Triniteitsdoctrine, die heel gemakkelijk verstaan worden als een doctrine dat Jezus God is, ja? Waar dus gewoon het feit Zoon van God omgedraaid wordt in God de Zoon. Ja? Zo simpel is, je moet maar één woord veranderen.
de zin omdraaien en één woord veranderen en je hebt het gedaan. En dat is heel, heel vaak in de Bijbel zo, dat je maar heel weinig woorden of zinspellingen moet veranderen om tot een compleet andere conclusie te komen. En daarom mocht je ook met het woord van God niet spelen. Daarom mocht je niks toevoegen en niets weglaten. Dan verklaart het zichzelf. Maar er zijn heel veel mensen die zeggen van, ja, Jezus heeft eeuwig al bestaan. Nu, ik wil eventjes een keer... mag ik nog wat op aanvoegen? Ik heb de vorige keer ook gezegd dat dat boek van Chang, dat heb ik toch op mijn archive.org gezet. Ja. En ik heb die link heb ik in de beschrijving gezet. Dus als je daar echt meer over wil weten en de teksten bij Bijbels gezien en de geschiedenis daarvan, dan kunt u het beste dat boek lezen, denk ik. Ja. En ik heb ook nog, toen ik dit vertaald heb... Ja. Dan had ik dit neergeschreven. Hier stond een stuk over de drie-eenheid. Deze valse doctrine ga ik niet promoten. Maar ik had dus helemaal niet gezien dat die... Daar heb ik gewoon overheen gelezen. Die hoofdstukken die wij hebben behandeld, dat al gepromoot werd. Zo makkelijk is het dus dat je daar overheen kijkt. Ja. Ik heb je hier een link gestuurd, maar die is niet goed. Ik wil je hier een link sturen dan deze hier. En wat we zullen doen is, je hebt daar een paar versen waar dat dus van uitgegaan wordt dat Jezus God is. En wat we kunnen doen is, we kunnen dan die website gaan openen en kunnen erop gaan. En die heeft al de versen waar je van verstaat. Van hier versta ik uit dat Jezus God is, hier aan de linkerkant, mm-hmm. Scripture. Mm-hmm. En die legt dat dan heel intensief uit. Die mens heeft ook een YouTube-kanaal. Waar hem nu juist een video gemaakt heeft van, als ik niet mis ben, Isaiah 6:8. Kunnen we dan een keer naar beneden gaan? Dan zijn er bijna daar, je bent bij Samuel. Isaiah 6:8. Ja? Mm-hmm. Dat is een heel interessante vers. Ja? Then I heard the voice of the Lord saying, whom shall I send and who will go for it? Nee, dat was niet, dat was een andere video. Ik moet eens een keer nakijken welke video dat was. Excuseer, daar heb ik nu eventjes niet direct... op mijn scherm, want ik kijk zoveel video's, zeker in dit opzicht. Maar ik heb het, ik meen, gisteren gezien. Ik ben iets aan het kijken. Wat heb ik gisteren bekeken? Ik heb hem ook wel eens een paar keer bekeken. Maar af en toe heb ik bij, ja, ik weet niet wat het was, maar waar hij het over had, over dat God al wist, voordat je bidde dat je het zou nodig hebben, daarom hoef je er niet voor te bidden, had hij het over. Nou, daar ben ik het nou niet echt, dat klopt in mijn ogen niet helemaal, maar... Ja, waar is die video nu? Oei. Ik moet eens eventjes gaan zien dat ik een keer naar de kanaal kom. Wacht eens, wanneer heb ik dat nog gezien? Hier. Nee, dat is weer een andere. Ah, hier, dat is zijn kanaal. Dan gaan we eens een keer naar zijn kanaal gaan. Trinity Delusion. Ik heb het hier staan. Zo. Why is Jesus in the form of God making a name for yourself? Ah, ik kom daar even. Ja, dat is zijn kanaal, dus juist. Maar welke is die video hier? Ja, Isaiah 9:6. Ja. Jesus and his God's name. Oh, ja, ja. Ja, ik denk dat het dat was wat ik ook gezien had. Jesus and his God's name. Ja, dat was dat wat ik gezien had. Ja, dat is 24 minuten. Ja, dat is een heel, heel goede video. Dat is ook een andere broer van mij, Robert uit Engeland, heeft dat ook gezien, heeft het mij aanbevolen. En heeft gezegd, dat moeten we een andere vriend van ons gaan tonen, die nog zeer in de leer van de Triniteit gevangen zit. Ja, mm-hmm. Ja. Isaiah 9:6. Het is ook zo, als ik ben de Bijbel nou ook weer van begin af aan het lezen. En als je dat dan opnieuw leest met die brainwashing eruit gehaald. Ja, met dat verstand, ja. Ja, dan kijk je er echt weer helemaal anders tegenaan. Ook, ja. Ja, en ik kan daar uit ervaring mee spreken, want ik heb enkele jaren geleden, voor een jaar of drieënhalf, heeft het zeker geduurd, het Nieuwe Testament gelezen met Tom Frest van Inquisition Update. Mm-hmm. En we hebben dat Nieuwe Testament, ik heb het daarvoor nooit helemaal gelezen, dat komt dan nog een keer mee bij, het was voor mij de eerste keer. Maar we hebben het gelezen echt met de bril op, met het verstand dat Jezus Christus de complete vervulling van Daniel kapitel 9 en vooral verse 4 tot 27 is. Mm-hmm. En als je dat Nieuwe Testament met dat begrip leest, dan versta je het op een heel andere manier, alsof dat je dat niet zo leest. Bij wijze van spreken, je begrijpt het ineens
dat je achter elke vers die je ziet, bij wijze van spreken, dat het pausdom als antichrist ziet. Wat je anders niet doet. En in feite zou hetzelfde op die manier moeten doen met het Nieuwe of met het Oude Testament, met het begrip van Jezus is maar een gewone mens die geboren werd, op den ogenblik als hij geboren werd, 33,5 jaar op deze aarde gewandeld is, dan gestorven is, na 3 dagen herrezen is, opgevaren is naar de hemel en nu aan de rechterhand van God zit, waar God zegt, zit aan mijn rechte van mijn troon, totdat ik jou vijanden, jouw voetstoel maak en dan bij wijze van spreken stuur ik je terug. Ja? Mm-hmm. Dat is wat er gebeurt. Er is één enkele mens in de hemel alleen maar en dat is Jezus Christus. Ja? Voor de rest is nog niemand in de hemel als mens. Maar Jezus Christus zit daar als mens. Maar niet mens zoals wij, want hij is gestorven en hij is heropgestaan. Hij is de eerste van de heropstanding. Maar er zijn zo veel versen, waar de mensen zeggen van, ja, maar hier lees ik uit dat dat Jezus Christus was. Ik was vroeger ook zo in een verkeerd geloof. Ik zal het maar zo zeggen, als ik naar het geloof kwam, dat was voor mij duidelijk dat Jezus een mens is. Anders maakt heel die verlossing geen zin. En er zijn ook versen genoeg, gelijk in Romeinen, ik weet niet waar in Romeinen, we kunnen dat, als je wilt, kunnen we dat eens uitzoeken en kunnen we dat eens een keer met de mensen meedelen. Maar in Romeinen staat geschreven, door één mens kwam zonde en de dood in het leven en door een andere mens gerechtigheid. Mens, ja? Door Adam God, en ja? Door Christus. En ja, voilà. En Jezus wordt ook de tweede Adam genoemd in het Nieuwe Testament. Ja? Eerste Adam en tweede Adam. Heel duidelijk. Dus als ik helemaal in het begin naar het geloof kwam, was voor mij duidelijk. Maar ik heb daar nooit... Ik heb de belangrijkheid van dit feit nooit onderzocht of verstaan. Het is zo dat... En als ik dan... Ja, sorry, ik moet even mijn zin afmaken. Maar als ik dan video's bekeek, want wat zei je als tussen aanhalingstekens lerende christen? Je bent een leeg boek dat wil volgeschreven worden met al de wijsheid van deze wereld en al de wijsheid die de kerken leren. En wat heb ik dan gekeken? 7-daags Adventisten-video's. Daarin, daaruit. Ik heb Walter Veit zijn video's gekeken van 's morgens tot 's avonds. En 's middags en tussendoor. En in Engels, en in Duits, en terug. En nog eens een keer. Rekindling the Reformation. In Duits en Engels. Minst 2 keren. En niet alleen 7-daags Adventisten, ook andere Bijbelleraars heb ik gezien. En die zijn allemaal Trinitariërs. En die spreken in een keer zo als Jezus Christus heeft al wat pre-existent, zoals men noemt. Ja, dus heeft al geleefd in de tijd van het Oude Testament en zelfs daarvoor. Is eeuwig gelijk God. En die leren u dat Jezus Christus dus een deel van de zogenoemde Triniteit is. Dat wordt overal geleerd. En als je daar zelf niet geen belang aan hecht, omdat je zelfs nog een jonge lerende christen bent, dan neem je dat op als een feit. En je stelt je eigen geloof zelfs niet in vraag, maar je eigen geloof, of dat wat je daarvoor dacht te weten, gaat naar het achtergrond, omdat je overal alleen maar iets anders hoort. Mm-hmm. Dus ik was daar sowieso niet mee bezig. Ik was bezig met andere dingen. Ik was bezig met de Jezuïten te leren, met de Romeins-Katholieke Kerk te leren, met te leren van niet... zelf te leren, ja? Boeken daarover te lezen, mij daarover te informeren, geschiedenis te studeren, geschiedenis van de kerk te studeren en alles. Van de Romeins-Katholieke Kerk, maar ook van de ware kerk Jezus Christi. Alles tegelijk. En daarbij is de bedoeling van dat de Triniteit in feite een Romeins-Katholieke leugen is en dat Jezus niet God is, is zo in de achtergrond gegaan, dat is mij nooit niet opgevallen. En nu... anderhalf jaar geleden of zo, kwam een keer iemand, een Duitser, die zich ineens een keer bij mij meldde, die ik nooit niet kende, die zei van, ik ga voor jou een website maken en dat gaat schitterend worden en fantastisch en tralali, tralala. En die heeft daar werk van gemaakt, die kunt het niet geloven. Ongelooflijk wat die allemaal opgesteld heeft. En dan heeft hij een extra pagina gedaan en daar wilde hij dan op mijn aanvraag Tom Fresh voorstellen met Inquisition Update. En dan heb je natuurlijk altijd als je zo'n site opent, heb je een keer een statement, gelijk een statement of belief, ne? Also zo'n geloofsverkondiging voor wie dat je staat. En we vragen van, ja Tom, maakt dat nog eens een keer van jou? En Tom heeft daarbij, alhoewel dat Tom een Trinitariër is, dat moet ik daarmee bijzeggen. Tom is
nu stilletjes aan het verstaan dat hem heel zijn leven ook in dat opzicht bedrogen was. Maar dat duurt lang als iemand van meer dan 60 jaar een keer in ene keer daarmee geconfronteerd wordt en verder alles over bord moet werpen wat hij heel zijn leven geleerd heeft. Tom heeft toen een statement gedaan waar dat hij dat Bijbelse citaat gebracht heeft van de eerste en de tweede Adam. En ik heb tegen die mens gezegd, en dat bij mij dat in ene keer terug opkwam van, ja, maar Jezus is niet God. Jezus is een mens. En heb ik dat tegen die mens gezegd en die zei van, jij gaat denyen, wat is dat in Vlaams? Deny, wat is dat in Vlaams? Ontkennen. Ontkennen, dank je. Ja. Jij gaat ontkennen dat Jezus Christus God is. Jij gaat de Triniteit ontkennen. Oh, ik ga je website afbreken. En een uur later was alles weg. Alle video's die we opgeladen hadden, daar op een eigen server. Alle audio's van Inquisition Update, alles binnen een uur, bang, weg. Omdat die mens zei van, jij leert hier niet de Triniteit. En ik had nog niet eens de kans. En toen zei ik van, ja, laat dat ons dan studeren. Laat ons dan weer rustig over gaan praten. Want wat heeft dat nu voor zin daar ruzie over te maken? Je gaat toch dingen, als je ze niet verstaat, dan wil je het toch leren. Dan was die man gaat er toch over studeren, hè? Dan was die ook niet echt in de Heilige Geest, als ik het zo hoor. Ja, ik veronderstel van niet. Ik weet het niet. Ik wil daar niks over zeggen. Weet je, dat is niet aan mij om dat te bepalen. Maar het punt is gewoon van, die heeft dus van de een op de andere moment alles omgeworpen. De website naar beneden gehaald. Alles weggesmeten waarom. Toch een maand of drie voor gewerkt heeft. En gewerkt, ik bedoel, zo'n mens die zo'n website maakt, 15, 16 uur per dag. Hmm. Alle dagen. Voor 3 maanden heeft hij aan de website gewerkt. Je kunt je misschien niet meer wat dat voor een monster was, die website. Zo ongelooflijk geweest. En wat stond al online? En we waren daarbij al die video's erop te zetten. Alles wat op YouTube. Ja, maar ik begrijp dat soort neergehaald mensen geweest is en zo. Alles was op die website. En gewoon, die mens wilde gewoonweg niet daarvan weten dat de Triniteit een valse leer is. En de punt die ik wil maken is van, daar heb je met heel veel mensen die dat de basis van hun geloof noemen en die zich weigeren om dan een keer te studeren waar komt die Triniteit eigenlijk vandaan. En ik ben dan begonnen dat boek te lezen, dat ik hier als PDF heb. Dat heb ik niet als geprint boek, dat heb ik als PDF. A History of the Origin of the Doctrine of the Trinity in the Christian Church. Ja, dat is een boek van, ik weet niet, ergens in de, ik denk 19e of begin ergens 20e eeuw of zo. Ik weet zelfs de auteur eventjes niet, want ik ben hier op een bepaalde bladzijde, ik wil dat nu niet dicht doen. Dat boek heb ik als PDF. Ja, dat is dat wat je daar hebt liegen, precies. Nee, de Trinity Illusion, nee, dat is een andere. Maar ik weet niet of dat ik je dat boek al eens een keer gestuurd heb, speelt ook geen rol. Dat ben ik beginnen gaan lezen en daar is duidelijk geworden dat het begrip Triniteit, drie eenigheid, drie één God en alles dit en dat, dat dat voor de derde eeuw in het begin en zeker voor de vierde eeuw na Christus niemand niet kende. En dan heb ik mij daarin verdiept. Heb dat boek gelezen, heb dat andere boek beginnen lezen, The Only True God bij Eric H. H. Chang, dat je ook al als boek nu op Archive ter beschikking gesteld hebt, wat ik ook op mijn Archive ga doen. Maar ik dacht dat misschien het eerst te lezen en hier en daar nog een aanduiding te kunnen gaan doen, maar daar zijn weinig commentaren die ik daarop kan geven, want dat boek is echt meer of meer heel goed, als niet te zeggen perfect geschreven. Maar goed, de punt is gewoon, ik heb dus in heel die tijd, als ik geleerd heb, gestudeerd heb de afgelopen jaren, heb ik daar niet bij stilgestaan dat de Triniteit verkeerd is en me was ook niet bewust wat voor een impact dat op mijn geloof heeft. Dat heeft zelfs impact op mijn redding. Want tenslotte, als ik een trinitaire God aanbid die er niet bestaat, dan bid ik een God aan die niet bestaat. Dan bid ik een verkeerde Jezus aan. Dan doe ik precies dat voordat Jezus en de apostelen in de epistels en Jezus in het evangelium gewaarschuwd heeft. Ja? En daarom is dat zo belangrijk. En ik heb dann 2 versen mijn bakermaat van gemaakt. En de ene is van Handelingen kapitel 17. Ik denk vers 11 en een andere is vers 23. Ja. Dus Handelingen is Acts en dann kapitel 17, vers 11 of vers 10 en 11. Ja.
De broeders verstonden 's nachts, als Paul en Silas weg naar Berea, welke daar gekomen zijn, die gingen heen in de synagoge der Joden. Okay. En deze, dus de Joden van Berea, waren edeler dan die Joden in Thessalonica waren, als die het woord ontvingen met alle toegenegenheid, onderzoekende dagelijks de schriften of deze dingen al zo waren. Dus alles wat je dagelijks in de wereld beleeft, meet je aan de Bijbel. Dat was natuurlijk 2000 jaar geleden, zou ik maar zeggen, een beetje makkelijker, want de wereld was toen anders dan nu. Mm-hmm. Ja, je had vooral veel minder informatie en alles erop en eraan, dus de dingen aan de schrift meten was toen waarschijnlijk makkelijker als vandaag. Vandaag doe je een krant open en zijn er 3 dagen bezig om alles aan de Bijbel te meten. Het zij dat je al direct weet dat je dat niet moet, je smijt die krant in de vuilbak en je bespaart je de tijd. Oké. Maar dat is dus een heel belangrijke zin. Alles aan de Bijbel meten. Alleen de Bijbel is het fundament, het woord van God dat wij hebben, de waarheid. En alles andere wat in het licht van de waarheid niet kan bestaan, is een leugen en moet verworpen worden. Waaruit dat spreekwoord komt van eat the meat and spit out the bones. Ja? Dus eet het goede en onthoud het goede en doe het slechte weg. Mm-hmm. En dan heb je nog vers 23 en die heeft dan nog veel grotere impact op mij achtergelaten. Vers 23, kapitel 17. Oh, sorry. Hier zit het verkeerde kapitel. 23. En dan vers 23. Ja? Yes. Ik zal maar van vers 22 lezen. En Paulus staande in het midden van de plaats, genaamd Areopagus, zeide: jij mannen van Athene. Dus hij spreekt tegen heiden. Ja? Mm-hmm. Ik bemerke dat jij alleszins gelijk als godsdienstiger zijt. Want de stad doorgaande en aanschouwende uw heiligdommen, heb ik ook een altaar gevonden, op het welk een opschrift stond, den onbekenden God. Deze dan, die jij niet kennende dient, verkondig ik u lieden. Dat is een absolute basiszin om te begrijpen waarom is de Triniteit te verwerpen zo belangrijk. Want als je een trinitaire God aanbiedt die niet die God van de Bijbel is, dan bied je een onbekende, dan bied je een verkeerde God aan. En deze onbekende God, dat wil zeggen, die mensen in Athene, die waren in feite op zoek naar de ware God, maar ze waren op verkeerde zoek. Ze hebben een altaar waar ze offeringen deden, waar ze heidense offeringen deden, maar ze hebben op die altaar bekend: dit doen we allemaal ter ere van de onbekende God. En deze, zegt Paulus, dien jij niet kennende dient. Dus je dient die God, maar je kent hem niet. En hoe kun je iemand dienen die je niet kent? Toch alleen maar op de verkeerde manier, of wel? Mm-hmm. Want je kent hem niet. Je weet niet wat hij van u vraagt. Je weet niet wat hij van u wilt. Je weet niet wat hij voor u kan doen. Je kent hem niet. Deze onbekende God die jij onkennende of niet kennende dient, deze verkondig jullie. Ik maak jullie nu die God bekend. Ik kan jullie zeggen van hoe die God noemt, waar die God is, waar die vandaan komt en wat die gedaan heeft en wat die van u verwacht. Met andere woorden, het evangelie. Dat verkondig ik jullie. Ja? Mm-hmm. De God die de wereld gemaakt heeft en alles wat daarin is. Deze zijnde een Heer des hemels en der aarde woont niet in tempelen met handen gemaakt. Daarmee begint het al. Je gaat naar een tempel, je hebt dan een altaar, je schrijft erop de onbekende God. Maar de God die de wereld en alles gemaakt is, die vind je niet in tempels met handen gemaakt. En wordt ook van mensenhanden niet gediend als iets behoevende, alsof hij zelf alleen het leven en de adem en alle dingen geeft. En heeft hij uit een bloede het ganse geslacht der mensen gemaakt. Uit één bloede. Ja? Zo veel een keer over de racisten. Hè? Zwarte, groene, gele en groene mannetjes. Dat zijn geen verschillende rassen. De ganze mensheid is uit één bloed gemaakt. En dit ene bloed draagt verschillende variaties in zich. En daarom zijn we allemaal van verschillende huidskleuren of weet ik wel wat. En dat ene bloed, ja, hier snapt al, dat is al een andere vers in de Bijbel, of minstens één andere waar dat erin staat, dat hij dus de hele mensheid één bloed gemaakt heeft. En daaruit zijn er verschillende variaties ontsprongen. Gelijk dat je bij wijze van spreken met één hond kunt beginnen om te kweken. En door veranderingen ook, die een hond laten andere soorten voortbrengen. Hè? Daarom hebben we 25 miljoen soorten honden, maar het zijn allemaal honden. Mm-hmm. Oké.
En heeft uit één bloede het ganse geslacht der mensen gemaakt om op de gehele aardbodem te wonen. Bescheiden hebben de tijden tevoren geordineerd en de bepalingen van hun woning. Omdat zij den Heere zouden zoeken of zij hem immers tasten en vinden mochten, hoewel hij niet verre is van iegelijk van ons. Want in hem leven wij en bewegen ons en zijn wij, gelijk ook enigen van uw poëten gezegd hebben. Want wij zijn ook zijn geslacht. Wij dan zijn de Gods geslacht. Moeten niet menen dat de God het goud of zilver of steen gelijk zij, voor welke mens kunst en bedenking gesneden zijn. God dan, de tijden der onwetendheid overzien hebbende, verkondigt u allen mensen alom dat zij zich bekeren. Dus van die altaar van de onbekende God weggaan, naar de God die zich in de schepping alle dagen bekend maakt. Lees een keer Romeinen kapitel 1, dan wordt het duidelijk wat hiermee bedoeld is. Ja? Mm-hmm. Romeinen kapitel 1 met Handelingen kapitel 17 of Acts 17 samen, daar wordt het heel duidelijk. Daarom vaart Paulus voort, dat hij een dag gesteld heeft op welken hij den aardbodem rechtvaardelijk zou oordelen door één man, die hij daartoe geordineerd heeft. Verzekeren daarvan doende aan allen, terwijl hij hem uit de doden opgewekt heeft. Dat staat door één man, niet door een God. Als zij nu van de opstanding der doden horen, spotten sommigen daarmee en sommigen zeiden, wij zullen u wederom hiervan horen. En Paulus is uit het midden uit de weg gegaan. Maar dat wat dat palaver wat hem hier gehouden heeft, die voordracht die hem hier gehouden heeft, ja, daarom dat hij een dag gesteld heeft die wij nog niet kennen, die niemand kent. Waarom heeft Jezus Christus gezegd, de dag van mijn terugkomst kent niemand niet. De engelen niet, geen mens, de engelen niet, zelfs de Zoon niet, alleen de Vader. Mm. Als hij God is dan, en God is alwetend, dan weet hij dat niet. Ja? Denk daar maar een keer over na. Er zijn zoveel punten waar je over kan nadenken, van, dat zegt van, nee, Jezus kan gewoon niet God zijn. Allee, daarom dat hij een dag... Oei, sorry, nu zei hij... Oh, sorry, ja, ik zat te denken, dat op een gegeven moment zegt hij ook, ik ben de Alpha en Omega. En... Ja, dat is wat anders. Hij zegt ook van, ik ben het begin en einde van het geloof. Ja? Sorry, ik was... Ja. Verder, ja. Was ik daar middenin. Daarom dat hij een dag gesteld is, vers 31... op welken hij den aardbodem rechtvaardelijk zal oordelen, dus de hele aarde, door één man. De Vader gaat door één man de hele aarde rechtvaardelijk zal oordelen, want Jezus Christus deelt niks of veroordeelt niet in zijn eigen naam, maar in de naam van hem die hem gezonden heeft. Dat zegt hem altijd. Ik doe niks uit mijn eigen. Ik doe alleen dat wat de Vader mij toont, dat wat de Vader door mij doet. Het is de Vader die door mij werkt. Je moet je dat zo voorstellen, alsof dat Jezus Christus is in een auto en jij bent God. Jij stapt in een auto. Jij rijdt een auto. Rijdt een auto van zichzelf? Nee, jij rijdt een auto. Awel, God, zijn geest, heeft de auto of de mens, Jezus Christus, gestuurd. En alles wat Jezus Christus zei, heeft God in feite gezegd. Door Jezus Christus. Het woord werd vlees. Zo is dat te verstaan. Daarom werd Jezus Christus niet God, evenmin als dat een auto jou wordt door jij die daarin rijdt. Nu ga toch niet dikke weg, ik was dat nog aan het lezen. Oh ja, maar omdat jij zei, dit is de... Sorry, heel even ertussendoor. Dit is het ding wat de meeste mensen moeite mee hebben als ik met ze spreek. In het begin was het woord en het woord was bij God en hun dacht zeggen, oh het woord, dat is Jezus Christus. Ja, maar dat is niet het probleem. Het probleem is Johannes 1:14. Ze lezen Johannes 1:1 en dan gaan ze de referentie maken naar Johannes 1:14. En het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. Ja, en wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid als de enig geboren van de Vader, vol van genade en waarheid. Dus het woord dat in vers 1 staat, staat hier in vers 14 ook. En ze zeggen, ah, dat woord van vers 14, vlees geworden, ah, Jezus is God. Maar dat is niet waar. Als je nu een keer in plaats van het woord stem neemt, ga dan nog een keer naar Johannes 1:1. Dus scroll omhoog.
In het begin was de stem en de stem was bij God en de stem was God. Oh, dan ineens klinkt het toch helemaal anders, hè? Dan is toch in één keer logisch van, ja, maar we hebben het hier over dat audio, we hebben het over het geluid, over dat wat God zegt. Mm-hmm. En God spreekt in woorden. De creatie dus eigenlijk. Ja. Nee, maar wat ik Johannes 1:14 kunnen we heel gemakkelijk opgaan. Je hebt die website van mij gekregen. Daar kunnen we graag een keer over gaan als je dat wilt. En wat we dan doen is, dat zou ik dan voorstellen dat we dat een andere keer gaan doen. Want dan kunnen we op die website gaan. Nee, niet die site. Dat is een andere site. Ik heb daar nog eentje doorgestuurd. Die moet je nemen. Niet deze site. Ja, eens even kijken. Ik heb een andere site doorgestuurd nog. Deze bedoel je? Ja. En als je naar beneden scrollt, eerst heb je het Oude Testament, dan heb je het Nieuwe Testament. Als je naar beneden scrollt, dan zie je ook hier Johannes 1:1 is daarbij. Voilà. En dan gaan we dat een andere keer doen. Dan vertalen we dat eerst naar het Nederlands, halen de fouten eruit die Google Translate maakt. En bespreken dat graag eens een keer. Want het heeft ja nu geen zin dat allemaal in Engels voor te lezen en in Engels uit te leggen. En dan proberen dat simultaan naar het Nederlands te vertalen. Oké? Okay? Kunnen we graag een keer doen. Daarvoor is die website een schitterende bron om te gaan beginnen. Nu, laat ons dan een keer eventjes teruggaan naar Esort. En daar waren we nog in Handelingen kapitel 17, vers 31. Ja? Ik was daar nog niet ganz mee bezig. Dus daarom heeft hij een dag gesteld, God de Vader heeft een dag gesteld, op welken hij de aardbodem rechtvaardig zal oordelen door één man, Jezus Christus, die hij daartoe geordineerd heeft, verzekering daarvan doende aan allen, terwijl hij hem uit de doden opgewekt heeft. Dat is een duidelijk en krachtig statement dat hier afgegeven werd. En Handelingen kapitel 17, tussen vers 22 en 31, vind ik bijzonder belangrijk. Want iedereen die het foute geloof van de Triniteit volgt, ook al weten ze dat het fout geloof is, gelijk de meeste tussen aanhalingstekens christen, die in de Romeins-Katholieke Kerk zitten, die weten ook niet dat ze daar alleen maar belogen en bedrogen worden. Ze gaan ervan uit dat ze het ware woord van God horen. Ja? Die mensen zijn onwetend bedrogen. En onze opgave als ware christenen, en ik noem ons ware christenen in dat opzicht omwille van dat wij de Bijbel als onze hoogste autoriteit stellen, iets wat veel katholieken juist niet doen. Onze opgave is het, die mensen daarvan in kennis te zetten, dat ze bedrogen worden en dat ze een God aanbieden, die een onbekende God is. Zoals in Handelingen kapitel 17 vers 23, ik moet nog een stukje omhoog scrollen om te laten zien, daarin staat. Ja? Het welk de opschrift stond, den onbekenden God. Deze dan, die jullie onbekend is, die wij kennen, die jij niet kennende dient, die verkondig ik u leen. Dat is wat we moeten doen. Dat moeten we verkondigen aan de Joden, dat moeten we verkondigen aan de Mohammedanen, dat moeten we verkondigen aan de Boeddhisten, dat moeten we verkondigen aan de Hindoes, dat moeten we verkondigen aan de Schamanen, dat moeten we verkondigen aan de Katholieken, dat moeten we verkondigen aan al die sogenaamde Protestanten en al die sogenaamde evangelikalische Kerken, die allemaal terug zijn op de weg naar Rome. Daar moeten we de zaad zaaien en als ze op vruchtbare grond valt, dan doet God, de Heer, de rest. Oké, okay, nou, dit was de uitzending. Tot volgende keer. Dankjewel. Dus, wat was mijn vraag ook alweer? Oh ja, of Christus. Ja, de vraag, oké. Nee, maar dat is duidelijk. Ik heb in mijn vorige uitzending er ook op gehamerd. En je hebt nou een wat langere omschrijving wat dat betreft. En de Bijbelteksten erbij gepakt. En natuurlijk een site waarop je dat allemaal kan nalezen. De meeste mensen spreken wel Engels hoor, in Nederland. Dus die kunnen... Oh, waar had ik het nou? Die kunnen deze site wel zelf lezen. Ja, maar wij gaan toch nu niet een Nederlandstalige video doen en dan een Engels tekst lezen en die in Engels gaan bespreken. Het is toch de bedoeling dat we dat in Nederlands gaan doen? Ja, oké, okay, maar dat is wel weer een project wat langer gaat duren. Want als je, ik ken je al, dan ga je met dit en dan ga je de andere. En dan voor je het weet ben ik de hele site aan het vertalen. Nee, we moeten ons dan een keer een paar versen uitpikken. Gelijk dat je zegt, Johannes 1:1 is een van de meest misbruikte versen. En wat we ook kunnen doen, is ons gewoon een keer een paar andere versen uit de Statenvertaling zoeken.
ne, uit de Koning James en zeggen van die en die lezen we wel een keer. Doe nog een keer de Statenvertaling open. En ga een keer naar Deuteronomium kapitel 6, dus vijfde boek Mose. Deuteronomium kapitel 6. Hoor Israël, Yahweh, onze God, is één Yahweh. Zo zult jij Yahweh, uw God, lief hebben met uw ganze hart, met uw ganze ziel, met al uw vermogen. En deze woorden die ik u heden gebiede, zullen in uw hart zijn. Weet je dat Jezus Christus exact deze woorden, geciteerd heeft in het Nieuwe Testament? Het komt mij wel bekend voor, ja. Het komt je wel bekend voor, maar ik kan je nu, ik ken de Bijbel niet zo goed. ik moet eens een keer zien in welk kapitel dat is. Volgens mij is het in het Evangelium van Marcus. Ik dacht zelfs, ik ga dat direct eens een keer nakijken, of dat Marcus kapitel 12 is. Wacht eens een keer. Ik meen mij dat te herinneren, dat het daarin staat. 12, een keer zien. Die vraag naar het grootste gebod, dat is de vraag naar het grootste gebod. Ja? Marcus zei, vanaf vers 28. Dus Marcus, kapitel 12, vanaf vers 28. Marcus of Mark. Oh ja, de vraag die, wat is de grootste gebod? Een van de schriftgeleerden horende dat zij tezamen in woorden waren en wetende dat hij hun wel geantwoord had, kwam tot hem en vraagde hem, welk is het eerste gebod van alle? En Jezus antwoordde hem, het eerste van alle geboden is, hoor Israël! Yahweh, onze God, is één enig Yahweh. Vergelijk een keer met Deuteronomium kapitel 6, vers 4. Exact dezelfde woorden. Exact. De Heere, onze God, is één enige Heere. Yahweh, onze God, is één enige Heer. Deuteronomium 6, 4. Klik dan nog een keer op. Wacht eens even. Vergelijk het een keer, dat de mensen het duidelijk zien. Ja? Hier zie je dit staan. Ja. In Marcus 12, 29 en Deuteronomium 6, 4. Wat is dat? Exact hetzelfde, hè? Hoor Israël, de Heere onze God is één enig Heere. Exact dezelfde woorden, zegt Jezus Christus van. En die is in feite drie personen en ik ben er één van? Nee. Zegt hij, ja? Hoe zal dat wel komen? Als ik nou allemaal teruglees, dan kan ik mezelf al voor mijn hoofd staan. En je denkt van, waarom heb ik dat niet eerder gezien allemaal? Maar kijk, dat is de Bijbel. Het is een levenslange studie. En je ziet steeds nieuwe dingen erin terug waarvan je denkt van, hoe heb ik dat nou weer gemist? Tom heeft dat altijd zo mooi verwoord. Tom heeft altijd gezegd, justification happens in an instant, but sanctification is a lifelong process. Met andere woorden, als ik het juist vertaal naar het Nederlands, rechtvaardiging gebeurt in één instant, in één moment. Maar de heiligwording is een levenslange proces. En daar hoort natuurlijk de studie van het woord van God bij. Ja? En daar heb je zo ene vers. Kijk, hier werd in Deuteronomium, dus we spreken hier over het vijfde boek Mose. We spreken over de tijd als de Israëlieten al uit de gevangenschap uit Egypte gekomen zijn. Want dat gebeurt in het tweede boek Mose, Exodus. Mm-hmm. Ja, daar gaan ze vluchten uit, door de hulp van de Heer, uit Egypte. En in Exodus kapitel 20 zegt de Heer tegen hen, luister Israël, ik ben de enige God. Doe een keer open, Exodus 20, de 10 geboden, het eerste gebod. Nee, verder, omhoog, hier was juist. Oh, ja. Yeah. Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het dienstenhuis uitgeleid hebt. Jij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Jij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Nu, waar gaat het hele Oude Testament over? Het zogenoemde Oude Testament. Ik noem het de wet en de profeten. Waar gaat het over? Het gaat altijd over de afvalligheid
En weet je waar de afvalligheid van Israël begint? Afgezien daarvan dat het al de 40 jaar wandeling door de woestijn is, waar ze afvallig zijn. Waar God zegt van deze generatie zal het geheiligde land niet zien. Die moet ik eerst een keer uitkuisen, dat de nieuwe generatie dat gaat zien. Van die mensen die uit Egypte gevlucht is, is niemand het heilige land ingegaan. Niemand. Ze waren allemaal later geboren. Met Aaron ben ik nu eventjes niet zeker. Of Joshua. Met Joshua ben ik nu eventjes niet zeker, maar ik dacht ook dat die allemaal niet gestorven waren. God heeft toch duidelijk richting geboren. Was het de zoon van Aaron die wel er wel naartoe ging. Dat was het, geloof ik. Oké. Maar heel weinige uitzonderingen dan. Mose bijvoorbeeld. Hij heeft tegen Mose gezegd, jij zult het heilige land niet betreden. Ja? Om die rein te wassen daarvan. En dan hebben we dus die volgende boeken, Leviticus, Numbers, Deuteronomium. Leviticus wordt het priesterschap gezet voor de Israëlieten. In Numbers worden de regels voor het priesterschap en de regels voor de samenleving gezet, naast de 10 geboden. In Deuteronomium gaat God nog een keer bepaalde dingen nog een keer herhalen. Van dit gebeurt als je van mij afvalt, dit gebeurt als je mij volgt, als je mij trouw bent, als je trouw bent aan mijn woord, als je trouw bent aan mijn wetten. Dan hebben we het vervolg, als ze dan het heilige land ingaan, waar direct als ze binnengaan, bij Joshua, in het begin van van dat boek van Joshua, gaan ze het heilige land binnen en God zegt duidelijk, maak al hun standbeelden, idolen die ze hebben, maak die kapot, neem daar niks van mee. En de eerste die daar binnen gaat, die gaat toch zeker iets onder zijn rok meenemen. Dan hebben we de judges, dus de rechters, die Israël gaan leiden na de dood van Mose en Joshua, die in feite, laten we maar zeggen, een vertegenwoordiging van God op aarde waren. Samson kennen we allemaal, hè? Dan hebben we de rechters. Dan hebben we dat klein tussenboek van Ruth, waar nog altijd de rechters zijn die regeren. En dan hebben we Samuel. En als je dan een keer naar Samuel, 1 Samuel kapitel 8 gaat, daar is het toch heel interessant. Het geschiedde nu toen Samuel oud geworden was, zo stelde hij zijn zonen tot richters over Israël. Toen waren dus die richters, die over Israël regeerd hebben. Daarom heb je dat boek van de Judges, de rechters ook. Hè? Mm-hmm. De naam van zijn eerstgeborenen zoon was Joël. En de naam van zijn tweeden was Abia. Zij waren richters in Beersheba. Doch zijn zonen wandelden niet in zijn wegen, dat wil zeggen, niet in de rechte wegen van God. Maar zij neigden zich tot gierigheid en namen geschenken en bogen het recht. Toen vergaderden zich alle oudsten van Israël en zij kwamen tot Samuel te Rama. En ze zeiden tot hem, zie, jij bent oud geworden en uw zonen wandelen niet in uw wegen. Zo zet nu een koning over ons om ons te richten, gelijk al de volken hebben, de heidenen. Wij willen niet meer gerecht worden door de rechters of de navolgelingen van de rechters gelijk jij, want die wandelen niet in uw wegen. Wij willen een koning hebben gelijk alle heidevolken hebben. En dat hebben ze geweten. Maar dit woord was kwaad in de ogen van Samuel als zij zeiden, geef ons een koning om ons te richten. Samuel bad de Heere aan. Doch de Heere, Yahweh, zei tegen Samuel, hoor naar de stem des volks in alles wat zij tot u zeggen zullen. Want ze hebben u niet verworpen, maar ze hebben mij verworpen, dat ik geen koning over hun zal zijn. Na de werken die zij gedaan hebben van die dag af, toen ik hen uit Egypte geleid heb, tot op deze dag toe, en hebben mij verlaten. En andere goden gediend. Also doen zij u ook. Andere goden gediend. Wat is de Triniteit? Gediend een God die niet in de Bijbel staat. Een God van 3 personen. Van Vader, Zoon, Heilige Geest. Of van Vader, Moeder, Zoon. Als je zo wilt. Denk maar een keer in Egypte. Kijk maar een keer waar de Triniteit vandaan komt. Jij gaat dus andere goden dienen. Hoe was dat in het boek van Exodus, kapitel 20? Herhaal nog een keer. Exodus 20. Wat hebben wij daar gelezen? Het eerste gebod. Ik
ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het dienstenhuis, uit de slavernij betekent dat, uitgeleid heb. Jij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. En ze breken dat gebod. Ze breken het hier in Samuel door al een andere koning te vragen. Want tenslotte is de koning toch niks anders als God op aarde. Want de koning vertegenwoordigt God. God is geest in de hemel. Maar de koning, of in dit geval hier de rechters die daarvoor waren, die Israël geleid hebben, die rechters hebben dat toch gedaan omdat ze van God geleid zijn. Dus in feite is het God door hun. Hetzelfde gelijk God door Jezus Christus gedaan heeft. Gelijk God in alle profeten was daarvoor. Maar hij was geen profeet zo sterk als in Jezus Christus. Dat is nog een keer een ander verhaal. Daar kunnen we een andere keer over spreken. Maar het punt is gewoon, zij zijn altijd naar andere goden afgevallen. En ze wenden zich van God af en willen een koning hebben. En God waarschuwt in kapitel 8 van 1 Samuel verder daarover wat gaat gebeuren als zij een andere koning gaan kiezen. Ja? Als we een stukje verder naar beneden scrollen, in kapitel 8, daar staat het erin, ja? Samuel's warning against kings. Samuel's waarschuwing tegen koningen. Ja? Samuel nu zeide al de woorden des Heeren het volk aan. Samuel zei al wat hem dacht. Het volk aan? Nee, hij zei de woorden des Heeren. Dus de Heer, God, Yahweh, sprak tot Samuel. En Samuel heeft dat doorgegeven als spraak. Als hij was bij wijze van spreken de luidspreker van de Heer. Ja? Het welk een koning van hem begeerde. En hij zeide, dit zal dus koningswijze zijn die over u regeren zal. Hij zal uw zonen nemen, dat hij hun zich stellen tot zijn wagen, tot zijn ruiteren, dat zij voor zijn wagen heen lopen. En dat hij hun zich stellen tot oversten der duizenden en tot oversten der vijftigen. En dat zij zijn akker ploegen. En dat zij zijn oost oosten. En dat zij zijn krijgswapenen maken, mitsgaders zijn wapentuig. En uw dochteren zal hij nemen tot apothekeressen en tot keukenmaagden en tot baksters en uw bakkers en uw wijngaarden en uw olijfgaarden, uit die de beste zijn, zal hij, de koning, zal hij nemen en zal ze aan zijn knechten geven. En uw zaad en uw wijngaarden zal hij verdienen en hij zal ze aan zijn hovelingen en aan zijn knechten geven. En hij zal uw knechten en uw dienstmaagden en uw beste jongelingen en uw ezelen nemen en hij zal zijn werk daarmede bedoelen. Hij zal u kunnen verdienen en jij zult hem tot knechten zijn. Jij zult wel te dien dagen roepen vanwege uw koning, dien jij zult verkoren hebben. Maar de Heere zal u te dien dagen niet verhoren. Want je hebt mij ontzegd. De Bijbel is zo'n interessant boek, hè? Als je het begrijpt wel, ja. Als je het begrijpt wel. Ja, als we het over begrijpen hebben, ik zet nog een keertje die Bijbel lezen met Perry te beluisteren. En dan komen ook dingen voorbij waarvan wij nu zeggen van, nou, dat klopt niet helemaal, de 1260 profetie. Maar dat is voor een beginnend Bijbellezer is dat wel een hele goede uitleg over de eerste hoofdstukken in Genesis. Ja, als je dat allemaal begrijpt, dan is dat een goede opstap om de Bijbel verder te lezen. Ja, maar voordat je een openbaring... Was het Openbaring wat je juist zei? Of Genesis? Wat zei je nu juist? Genesis. Je hebt Genesis heb je doorgenomen. De... Ja, met Perry. Ja, de eerste 12 of 13 kapitelen, dacht ik. Hè? Ja, want ik heb dat ook als een link op mijn erbij gezet. Omdat het in Nederlands is natuurlijk ook. Maar het is gewoon, ik zit er te luisteren en het is gewoon heel interessant. Het is vaak ook, als je dingen vaak herhaalt, dan blijft het ook beter hangen. Dat is met de Bijbel ook zo. Dat je moet hem vaker lezen. Ik heb nu juist vandaag een film gezien die een absolute reminiscent is op dat wat gebeurde in de tijd voor de vloed. In de dagen van Noah. En Jezus Christus zei,
dat hem niet terug ging komen, of als hem terug ging komen, dat het dan zo zou zijn zoals in de dagen van Noah. En dit video past erop gelijk de vuist op het oog. We zullen na deze uitzending eens niet verder over klappen. Ik stuur je de link, dan kun je het gaan bekijken. En dat zou interessant zijn, dat is in Engels. Dat zou interessant zijn om dat eens een keer samen te gaan bekijken. Dus tijdens deze opname af te spelen en dan erover te klappen. Heel interessant. Ja. Maar vandaag waren we bij het onderwerp van de Triniteit beland. Omwille van weer een bemerking in dat boekje dat je eigenlijk wilde lezen. En waar je nu misschien na een kleine 50 minuten eindelijk eens naartoe komt. Ik hoop dat ik mijn punten duidelijk gemaakt heb. Ik hoop ook dat we enkele mensen aangezet hebben om ons trouw te blijven in deze lezingen te volgen, dat ze volgende keer terug willen komen, of één van de volgende keren, ik zeg dat we volgende keer gaan doen, dat wij Johannes 1:1, die wat op de website staat, vertalen naar het Nederlands, en daar heb jij je ervaring mee om zo dingen te vertalen. Dat is die website. Dat is goed. En dat we dan eens een keer gaan zien wat daadwerkelijk daarmee bedoeld is. Ja? En dat het dus niet over God gaat, maar dat het over Jezus Christus gaat. En dat God en Jezus Christus twee verschillende personen zijn. God is geest en waarheid en wil in geest en waarheid aangebeden worden. God zoekt diegenen die hem in geest en waarheid willen aanbieden. Dat staat zo in de Bijbel geschreven. En Jezus Christus zegt van, ik vaar op naar de hemel, naar mijn vader en jullie vader, naar mijn God en jullie God. Heeft God een God? Daarmee beëindig ik mijn discussie voor de Triniteit voor vandaag, maar we kunnen gerust nog verder doen met de uitzending, want ik denk dat jij nog een paar dingen te zeggen of te vragen hebt. Ja. Het is heel belangrijk dat je dit ook goed in je hoofd hebt. Kijk, futurisme weet ik nou allemaal hoe het zit, maar ik zat laatst op een bankje in Nijmegen in het park en toen kwamen er twee jonge mensen naar me toe, een jongen en een meisje, en zeggen, meneer, mogen wij u wat vragen? Ik zeg, ja, tuurlijk mag dat. Ja, bent u bekend met Christus? Ik zeg, nou, daar weet ik wel wat vanaf, ja. Ik ben christen. Dus aan de hand daarvan raken wij in gesprek. En nou ja, ik heb dus een beetje over futurisme verteld. En dat wilden ze nog niet helemaal pakken. En daarna kwam ik ook bij de Triniteit. En toen heb ik ook gezegd van, nou ja, ik ben er nog niet zo heel lang in. En ik weet je nog niet qua bijbelcitaten erop te wijzen. Ik had wel een bijbel bij me, maar het regende een beetje en zo. Dus ik zit er nou over te denken. Ik heb een keertje een folder gemaakt aangaande de Jezuïeten. En met bepaalde links erbij. Maar wat ik al zei, de Triniteit probeerde ik aan hen uit te leggen. Maar ze wilden er niet aan. Ik heb misschien wel een beetje een zaadje in hun hoofd geplant. Dat ze het verder gaan onderzoeken. Want ik heb het boek doorgegeven van Chang. Maar misschien is het wel een idee om iets te maken wat ik kan uitdelen als ik dat soort mensen tegenkom. Wat betreft de Triniteit en andere issues die diep gebrainwashed zijn door de kerk bij de mensen. Dat ze dat ook terug kunnen kijken in de Bijbel. Want ik kan ze inderdaad wel wijzen op deze websites, maar het is zo'n groot onderwerp en zo allemaal. Je kunt beter aanwijzen waar het kan vinden en dat ze het zelf kunnen lezen. Laat me daar eens een keer één ding op zeggen. Jij bent bekend met de Zevendaagsadventisten. Ja. De Zevendaagsadventisten leren dat de Sabbat belangrijk is voor in het hemelrijk te komen. Ze zeggen, de Sabbat is het teken van God en je hebt daar tegenover het teken van het beest. 666. Ze zeggen, of ze leren in de Zevendaagsadventistische kerk, dat als je de Sabbatleer niet aanneemt, dat je dan verloren bent. Maar gelijktijdig leren ze een trinitaire God. Ik kan je zeggen, de Sabbat is wel belangrijk. Maar nog veel belangrijker als de Sabbat is om te weten dat God geen Trinity, geen drie-eenigheid is. Nog veel belangrijker is om te begrijpen dat Jezus Christus niet God is, maar dat hij altijd heel zijn leven en ook nu in de hemel, dat staat in het boek van Hebreeën, van de Hebreeërs geschreven, dus in het Nieuwe Testament, Hebreeën, kunt het nalezen, dat Jezus ook nu nog
subservient, dienelijk is aan God. God ondersteld is. Ja? Hij zit aan de rechterhand van God, ter rechte van zijn troon. Ja, maar wat betekent dat? Dat hij alle autoriteit van God gekregen heeft en die autoriteit uitoefent. Maar het is niet omdat hij die autoriteit uitoefent, dat hem ook de autoriteitgever is, want hij heeft die autoriteit ontvangen. Hij doet maar wat de Vader hem opdraagt, gelijk dat hem altijd hier op deze aarde gedaan heeft. En dat probleem is, als jij dus de trinitaire God aanbidt, als jij in een keer begint Jezus Christus aan te bidden, als jij in een keer begint gebeden naar de Heilige Geest te sturen, toon maar eens een keer in de Bijbel, dan bid je een verkeerde God aan. En als je een verkeerde God aanbidt, dan, en dat mag nu gruwelijk klinken, maar dan zijn je verloren. Met alle gevolgen van dien. Ja, je dat moet heb uw ik, God kennen. Dat heb ik je ook proberen uit te leggen. Met, juist, de Triniteit juist te kennen en te weten dat dat een valse leer is. En de ware God te kennen, ik kan nog een keer terug, Handelingen kapitel 17, hebben we over gesproken, is essentieel voor uw redding. Niet de Sabbat, maar de ware God kennen. Dat is belangrijk. Kijk, daar heb ik nou, dus... Sorry, ik moest er nog een keer op terugkomen. Ja, nee, is prima. Dat heb ik ze proberen ook uit te leggen met de 70 weken van Daniel. Dat de laatste week belangrijk is, omdat dat Christus is. En als je dat niet accepteert, dat betekent dat Christus nog niet is gekomen. En dat je nu nog zit te wachten op de eerste komst van Christus. Maar ik weet niet of ze dat allemaal begrepen hebben, maar laten we het hopen. Het is ons doel om zaadjes te verspreiden, hè? Dus... wat zullen we doen? Zullen we gaan lezen of zeggen we van, nou laten we de volgende keer maar gaan lezen? Want we zijn hoe lang alweer onderweg nou? Ik ben gast bij jou. Het is niet aan mij om dat ja. te bepalen. Nee, maar het is Bijbel, hè? Het gaat om de Bijbel uiteindelijk. En we kunnen altijd nog een volgende aflevering maken. Dus we zitten alweer op een uur. Oh nee, we hebben eerst nog 10 minuten gepraat, geloof ik. En... Ja, ik weet het wel. Ik weet het wel. We zitten aan een klein uurtje. Deze opname loopt nu 59 minuten. Doe je nog je filmpje daarvoor, dan zit je aan een uur. Mij maakt het niet uit. Ik ben hier gast. Jij zet hier niet bepaald. Ik stel voor dat we nog een stukje gaan lezen. Dan hebben we in ieder geval nog iets gedaan wat betreft de titel. Het is een heel klein hoofdstuk, maar ja, we weten niet hoe het gaat eindigen. Ik zal kijken, we gaan het lezen. Hoofdstuk 8, het kruis en de gekruisigde. Jezus Christus kwam naar de aarde met één hoofddoel. En dat heb ik al onderstreept en dan heb ik al... Ja, en om een nieuw verbond te verkondigen met het woord van zijn vader. Kwam ja, hij met dat ik altijd zeg tegen het Oude Testament, wat de mensen het Oude Testament noemen, dat noem ik... het wet en de profeten en het Nieuwe Testament noem ik de vervulling. Ja. Want het Nieuwe Testament is niks als de vervulling van het Oude Testament. En dat, als je Daniel kapitel 9 versen 4 tot 27 begrepen hebt, als je de hele boodschap van de Bijbel begrepen hebt, als je begrijpt wat in Genesis kapitel 3, 15 al voorspeld wordt, dan heb je begrepen waarom, ik weet niet, Nieuw en Oud Testament, dan doe je het Oude weg zo van, dat is onbelangrijk. Nee, het Oude en het Nieuwe hangen samen. En het Nieuwe Testament is de vervulling van het Oude Testament. Dus het Oude Testament is de wet en de profeten, dat is waaruit het bestaat. En het Nieuwe Testament is de vervulling daarvan. Vervulling overigens door de Heer Jezus Christus. Die naar de aarde kwam met één hoofddoel, maar die naar de aarde kwam gelijk elke andere mens ook geboren uit zijn moeder, ja, en niet uit de hemel op de aarde kwam. Dat eventjes daarbij zeggen, anders wordt er hier nog misverstaan. Ik heb een keertje van Tom Fries, die had het erover. Die zei van, als jij vindt dat het Oude Testament en de geboden niet meer gelden, mag ik dan even jouw vrouw lenen, zei hij. Ja, dat heeft hem daarover dat de mensen zeggen van de wet is niet meer geldig. Waar wij zo aan spreken van we moeten de Sabbat niet meer houden. De Sabbat is een van de 10 geboden. Dat is weer een heel ander onderwerp wat we daar open smijten. Was jouw schuld, jij bent daarmee begonnen. Ik kan dat niet zomaar even laten staan, we moeten daar een beetje verder op ingaan. De Sabbat houden of zich aan de Sabbat herinneren is een van de 10 geboden. Als de wet afgeschaft is,
Of als één wet afgeschaft zijn, dan zijn ze allemaal afgeschaft. Als de mensen zeggen van de Sabbat moeten we ons niet meer herinneren, dat speelt geen rol meer, moeten we niet meer doen. Ja, dan kan ik ook andere goden aanbidden. Dan mag ik ook liegen, stelen, moorden. En dan mag ik ook met jouw vrouw rondhoeren. Want dan zijn er alle wetten afgeschaft. Ja, dat bedoelde ik. Tom daarmee. Ja, inderdaad, dat bedoelde ik ook. Maar ik vond het wel grappig gezegd als iemand dat zo zegt en jij zou zo antwoorden, dan mensen meteen zoiets hebben van, toch maar niet dan. Maar goed, we gaan verder lezen. Ik zou eens even opnieuw beginnen. Jezus Christus kwam naar de aarde met één hoofddoel, om op het kruis van Calvary de mensheid te redden van de dreiging van de eeuwige dood in de hel. Dit was de enige manier om Gods rechtvaardigheid voor de schuldigen te verzadigen. Dat heb ik ook. Alleen het verspillen van bloed dekt de zonde. Zie Adam en Eva in Eden na de eerste zonde van het eten van de vrucht. God bedekte ze met een dierenvel. In het bloed zit het leven. Dus er moet bloed vergoten worden voor de vergeving van zonde. Daar komt het op neer. Dus Christus zijn bloed was ook gespild en daardoor is de zonde dus ook verzadigd. Al de dieren die gedood werden op de altaar, in de tempel en overal anders als zondoffer en andere offeringen, waren alleen maar een teken van dat wat Jezus Christus gaat doen. Want geen enkel bloed, van geen enkele tortelduif, van een lam, van een bok, van een stier, van welk dier dan ook, dat als rechtvaardig beschouwd werd. Ja, het moest altijd zonder blemish zijn, dus zonder fout en makeloos zijn. Geen enkel druppel van een van die dieren, hun bloed, heeft ooit ervoor gezorgd dat iemand in de hemel terechtkomt. Maar Jezus was het enige offer dat God accepteerd heeft. Het was die dieroffers waren alleen maar schaduwen van diegene die gaat komen. Ja? En die mensen in het Oude Testament zouden dat eigenlijk ook begrepen moeten hebben. En als je dan een keer dat verhaal leest van Abraham en Isaac, is al een heel interessant geval. God heeft de geloof van Abraham zo diep getest, dat Abraham daadwerkelijk bereid was om zijn eigen zoon af te slachten. En God heeft op dat ogenblik een bok voorzien om de plaats te nemen. Want de enige zoon die ooit voor de zonde van de mensheid kon sterven, om dat probleem tussen aanhalingstekens recht te zetten, was de zoon van God zelf. En niet de zoon van een zondige mens. Ook al was Abraham rechtvaardig verklaard door God, omwille van zijn geloof. Ja? Abraham zijn geloof werd hem aangerekend als rechtvaardigheid, zo staat het geschreven. Maar toch was hij een zondige mens. En zeker Isaac was ook een zondige mens. En door twee zondige mensen hun bloed te vergieten, wordt niet de zonde van de mensheid weggenomen. Maar door die ene mens, waar God voor zorgt dat die op de aarde komt, niet als God, maar als mens, die zondeloos is, die even verzocht was als wij, die in hetzelfde vlees als wij rondliepen, niet in hetzelfde vlees als Maria, zoals de Romeins-Katholieke Kerk leert, dat is weer een ander onderwerp, maar in het vlees van ons, bloed van ons bloed was, vlees van ons vlees was, been van ons been was, maar zonder zonde, die was in staat om alle zonden op zich te nemen. Dat was de enige manier om Gods rechtvaardigheid voor de schuldigen te verzadigen. Zijn eigen zoon offeren. En dan moet je je afvragen van, wie is dan daar de lijdende? De suffering. Ja? Leidend. Weet je dat de Mormonisten... Jezus Christus leidt, maar de Vader leidt ook als hem zijn zoon ziet sterven. Hè? Weet je dat de Mormonen niet Isaac daarvoor hebben beschreven, maar Ismaël? Diegene die Abraham meenam om te offeren aan God? Ik weet het niet, maar verbaast mij niks, want ze verdraaien alles. Hè? Volgens mij komt dat later ook nog in het boek te sprake. Ja, het zou kunnen, maar... Dat is dus een paradevoorbeeld. Ik weet niet of dat in Vlaams zegt, in Duits zeggen we paradebeispiel. Echt een passend voorbeeld
om daarvoor te zorgen, om te zeggen van kijk, dat is een voorbeeld van wat later zou moeten gebeuren. Maar dus niet Abraham de zondaar moet zijn zonen zondaar offeren, maar God die niet kan zondigen, moet zijn zoon offeren die op deze aarde wandelde en toch zondevrij was, gelijk een lam without blemish, without spot, ja? Een lam zonder fout, zonder puntje, die moest sterven voor de zonde van de mensheid, om ons daarvan los te kopen. Oh ja, ja, ik heb het verderop ook staan. Ja. Zondeloos betekent niet dat hij niet kon zondigen zoals hij werd verzorgd door Satan in de wildernis. Maar de zonde weerstond. Maar door en dus als Jezus God Christus, is, dan kan hem toch door de Satan niet verzocht worden in de wildernis. Hebben we ook daar straks over gesproken. Ja, ja, ja. Ik heb het vorige Loos, uitzending ook geloof ik overdag over gehad. Hey, wat dacht je ervan als we het afsluiten? Want als ik nou verder ga lezen, dan komen we volgens mij weer een zin verder. En dan zijn we weer 10 minuten verder. Dat we gewoon hoofdstuk 8 volgende keer opnieuw beginnen. Ach, Arnoud, ik voel met je mee dat je mij altijd terug als gast uitnodigt. En dan niet verder komt als één zin of twee te lezen in de hele uur uitzending daarmee bij. Maar het spijt me. Maar die dingen moet ik gewoon kwijt. Voor de Mohammedanen is dat juist net heel interessant, want omdat hun zijn nog niet zo bekend met de Bijbel, en als je dan de ene naar de andere Bijbeltekst die met elkaar verband houdt, wat bevestigt dat de Bijbel geen bij elkaar geraapte stuk tekst is die net als de Koran zichzelf tegenspreekt, is dat heel belangrijk voor die mensen om te zien. In de Bijbel staat geschreven dat alles moet vooropgesteld worden in het bijzijn van 2 of 3 getuigenissen. En dat is de Bijbel op zich. Want als je iets in de Bijbel leest, dan kun je altijd 2 of 3 andere versen ergens lezen in de andere Bijbel, die dat wat in die ene vers staat bevestigen. Mm. En dat zijn die getuigen voor zichzelf. Dat is de rechtvaardiging van de Bijbel in zichzelf. Dat is het teken dat dit boek niet van een mens geschreven is, maar van een onfeilbare God. Die de mens gebruikt heeft om het neer te pennen. Dat wel. Dat kan niemand niet bestrijden. Maar de pen werd geleid door de hand van God. In de vleeselijke hand van een mens. Maar laat een keer uw hand iets doen zonder dat uw hersenen deze hand die beweging besturen. Dat kan niet lukken. Het is de geest die de macht over de materie heeft. En als de geest van God de materie van een mens gaat sturen, dan gaat hij zoiets krijgen als Jezus Christus. En ik denk daarmee zal ik voor vandaag besluiten. Goed, nou, dan zullen we afspreken dat wij hoofdstuk 8, dat ik misschien een stukje zelf doe, of dat we dat de volgende uitzending weer samen doen. Het was in ieder geval een innoverende uitzending en ik denk dat mensen ook weer een stukje wijzer zijn geworden in het bijbelkennis. En dat is ook helemaal de bedoeling, om het ontleden van het momentisme en de waarheid tot aan het licht te brengen. Dus opdracht geslaagd. En ja, voor mij, ik heb verder eigenlijk niks meer te melden. Dus bij deze wens ik jullie nog een fijne dag en tot de volgende keer, Maranatha. Every Wednesday before the Pope's catechesis, some children get to travel in the Pope Mobile. They accompany Pope Francis while he greets pilgrims. This week, these were the fortunate ones. The Pope then interrupted his catechesis series on the Our Father prayer to recall why he considers his recent trip to Morocco to be important. Ma qualcuno può domandarsi. Ma perché il Papa va dai musulmani e non solamente dai cattolici? Ma quello che Dio vuole è la fratellanza fra noi. E in modo speciale per questo viaggio con i nostri fratelli, figli di Abramo, come noi, i musulmani. He recalled that Catholics are not the only believers in the world. He also said that the variety of faiths should not divide. Ma perché Dio permette che ci siano tante religioni? Ma Dio
ha voluto permettere questo. I teologi della scolastica dicevano la voluntas permissiva di Dio. Ha voluto permettere questa realtà. Ci sono tante religioni che alcuni nascono dalla cultura, ma sempre guardano il cielo, guardano Dio. Non dobbiamo spaventarci della differenza. Dio ha permesso questo, ma sì dobbiamo spaventarci se noi non facciamo lavori di fratellanza, di andare insieme sulla vita. Pope Francis said that during his trip he wanted to talk about the issue of migration. Morocco is the last stage for many trying to reach Europe. This is why he asked that the dignity of migrants not be disrespected, because being a migrant is not an adjective. Migrants are people. A me non piace dire migranti. A me piace più dire persone migranti. Sapete perché? Perché migrante è un aggettivo. In cambio persone sono sostantive. Noi siamo caduti nella cultura dell'aggettivo. Usiamo tanti aggettivi e dimentichiamo tante volte i sostantivi, cioè la sostanza. L'aggettivo va attaccato a un sostantivo, a una persona. Cioè, migrante no, una persona migrante. Così c'è rispetto. Morocco, in fact, was also the setting for the signing of a major UN Global Pact on Migration. The Pope's next international trip will be in Bulgaria and Northern Macedonia from May the 5th to the 7th.